Yo beste kijkers van mijn kanaal, van harte welkom bij een gloednieuwe aflevering van Days Gone. Het is inmiddels aflevering 44 en ik heb een beetje door mijn trofeeënlijst heen gekeken en op die manier ben ik erachter gekomen dat ik best nog wel weinig verhaalmissies hoef te doen. Kampmissies daarentegen, daar zijn er wel nog heel veel van. Sterker nog, als we de kaarten bijpakken, dan zie je links onderin dat we echt nog 11 kampklussen moeten doen. The fuck, mate. Dat is echt veel. Voor de rest kan ik nog wat algemene progressie pakken voor Nero-controleposten en Nero-onderzoekslocaties, Nero-inlichtingen, historische informatie, verzamelvoorwerpen, de plantenkunde kunnen we nog doen en uiteindelijk natuurlijk ook de hordes. Maar allerbelangrijkste misschien toch wel is gewoon een markering aanzetten op bijvoorbeeld een van de nesten of hinderlaagkampen. En dan uiteindelijk, eens even kijken, zullen we waarschijnlijk onderweg gebeld worden. Dus ik ga hier eventjes een markering op neerzetten. Onderweg zullen we waarschijnlijk gebeld worden door een van de leiders van deze militia. Corporal. Zoiets denk ik. Ik heb best wat camp credits, maar ik zit nog steeds in niveau 1. Dat is wel een beetje balen, want dat betekent dat ik ook niet hele bijzondere wapens kan halen. What can I get you? New around here? Name's Ava Bergstrom. Friends call me Bergie. Deacon St. John. Yeah, I just got here. Well, vul het even Deacon St. John. You do your job and we'll get along just fine. How's that? Yes, ma'am. What are you looking for today? Okay. Dit zijn mijn eigen wapens. Verkoop deze chick geen wapens dan. Nee, ik kan het nog niet eens aanklikken, oprecht. En motoronderdelen dan? Corporal St. John. So, where are you from, Lucas? Was it? Nee, niveau 2. That obvious. Yeah, from Canada, originally. Yeah, I was down here on holiday with the family. Veel meer brandstofcapaciteit, dus die doen we sowieso. West of Crater Lake. The wife and kids. Wat doet hij? Duurzaamheid. My boys would have been 8 and 9. Oh, dat is wel vet, man. Canada. Dat zetten we dan wel op. En dan weer heel veel geld vereist. I was a teacher, engine repair in Calgary at the Technical Institute. Oh, you ever been? No, I guess not. Anyways, the colonel, he waterschadereductie, nice. Job, so now this is home, yeah. Yeah. Oké, ik heb nog die geld nodig voor die hele dikke banden. Dat is sick. Dus we hebben 2500 voor nodig ongeveer. En dan heb ik nog voor deze ook 25. Dan zitten we ongeveer 5000. Nou, we zijn lekker bezig. We zijn lekker bezig. En visueel. Ja, ik kan andere dingen halen, maar is dit interessant genoeg? Daar kan ik wat van halen. De nieuwe uitlaat. Ik heb op dit moment die. Oh, good choice, gotta say. Dankjewel. Rem 2. Oh, okay. Yep. Wat doet het? Best lelijk. En dit is helemaal lelijk. What the fuck, man? Die ga ik er sowieso never nooit op zetten. Dan zet ik wel alleen de dingen erop die ik stijlvol vind. Deze dus. Want het doet qua statistieken helemaal niks. Dit is alleen nog heel handig, die kap. Heeft extra duurzaamheid, is sterker, kan dan heel hard tegen zombies aanbeuken en zo. Nee, maar hij ziet er nu al een stuk sterker uit dan dat hij überhaupt was. Alright then. Dus ja, veel geld er doorheen gejast. St. John, you stay safe, yeah? Dankjewel. Corporal, what can I get for you? Oh kut, ik moest tanken. Wel een probleempje wel. Aflevering 44, we gaan dus richting de markering die ik net heb neergezet. Hopelijk kan ik überhaupt nog tanken, guys. Ja, nou, dat is wel zonde van mijn doekoe, maar ja, so be it. Zal ik hier even het een en ander inleveren, want dan gaat in ieder geval mijn geld en mijn credits misschien omhoog. Rumi, right? Alles verkopen. I gotta ask, you, well, you seem a long way from home out here. I was studying theater at the community college here. Go fighting platypus. I know, yeah. I know. Dat heb je al verteld. Ik ga er vandoor.
Ik heb in ieder geval weer 1000 credits en we gaan bijna naar niveau 2. Hold on, I got this. Corporal St. John! Wade Taylor to Deacon St. John. Taylor, you're a bike. Tell me you're not out in the shit tracking whoa, down that dat ging bijna fout. Okay, okay. I'll tell you that. But I am. Taylor, you're gonna get yourself killed. Hey, dit zijn van die dingen die ze best wel mogen fixen voor mij. No, man, no, no. Hey, I followed a bunch of them on the highway. 97? Hey, hey, it was daylight. The weather was clear. I didn't see a single freak. But there is this group of men ended up at this ski lodge. Did you even know there was a ski lodge out here? I didn't know that. Taylor. It's a sweet ass setup too. If I ever decide to bug out, that is where I'm going. Oh shit, I gotta run. They're stopping at another camp. Taylor out. Taylor. Taylor. God damn it. Allemaal headshots. En hier hebben we nog een plan trouwens. Ik ken St. John to Captain Corey. St. John to Corey, come back. St. John, I've just spoken with the colonel. He's assigned you to the research division? Captain, research division, I guess you would call it that. I'm helping Lieutenant Weaver and Lieutenant Whitaker. Good. They can use all the help you can offer. I don't know how much help I'm gonna be and just sort of... their errand boy for now, and actually, that's why I radioed in. Lieutenant Whitaker gave me a requisition form that says yeast. Yeast? Hold a second. We have patrols making supply runs throughout the region. When they come across anything of potential value, they note it down. Yes, here. The yeast and other baking supplies were noted in the kitchen area of the Crater Lake Visitors Center. You know where that is? Yeah, I could find it. Good luck, Corporal. Curry out. Ja, oké, okay, zo be het dan maar, hè. Geen keuzes. Son of a bitch! Oké, okay, op de kaart hebben we nu iets nieuws erbij staan, denk ik. Ja, verhaal. Ik geef het nooit op. Verzamel gist. Dat is dus de story mission die verder gaat. En dat is dus inderdaad... ja, wel in gebieden... waar ik vanzelf langskom. Dus hinderlaagkampje ga ik sowieso doen. En dan rijden we in één keer door naar de story. Hè? Waarom is hier een blauw kruisje? Oh, het is een... I got a better plan. It's a trap. Ik had zo hier gratis kunnen tanken met deze gasolina die ik hier vind. Helemaal kut. Kijk man. Ja, had je ook niet kunnen weten. Alright, laat ik snel de auto weer pakken, de motor weer pakken en richting mijn markeringen gaan. Kut. Als het goed is, is dat de enige, hè? Ja. Is het? God damn, that's gotta be close.
Even kijken hoeveel kruisjes er hier op de map staan. What the fuck? Bleker oor. Oprecht, dat had beter kunnen gaan, maar goed, alsnog, ik ben niet echt gespot of iets dergelijks, dus prima. Het is een oud Nero plekje weer. Zou zomaar kunnen. Dat dan daar nog een keer een Nero injector te vinden is. Dat zou wel heel erg goed zijn, daar ben ik dan wel blij mee. And thieves, and I can't let any of them escape. Oh, yeah. How do you like that, huh? Okay, time for the rest of you. Ik heb er volgens mij echt 15 achter elkaar gevonden. Kijk hoeveel ik er daarachter heb getagd. Maar ik vraag me dus af, zijn dat nou zombies misschien? Another MMU. Wonder what Nero left behind this time. Goed, we gaan het zien. I saw something. Oei. Zijn er te veel? Ja, slecht wapen. Ik zie dat er heel dichtbij iemand is op de minimap. Ik kijk rechts onderin. Maar waar is hij dan? Daar is er ook nog een. The fuck is that? Sons of bitches. Kan ik hier niet overheen? Oh my god, ik kan hier niet overheen. Murdering son of a bitch. Omdat er... Really? Omdat er gewoon fucking prikkeldraad op zit, kan ik er niet omheen. What? Jezus. Ik moet ze denk ik gewoon door het hele kamp heen lokken. Oh my god. Nee! Ah!
Shit, er is nog één iemand van het hinderlaagkamp hier, hè? Dat ging best wel goed. Oké, even snel medisch verband omleggen. Vervaardigen. En dat was het wel zo'n beetje. Oei. Deze is wel al ontploft. Bijna, hè? Oké, damn. En waar moet die laatste gast zijn? Is die zomaar gevlucht of zo, random? Want ik kan dit hinderlaagkamp niet zomaar... Ik kan het niet fixen. Als hij is gevlucht. Als hij gewoon heel ergens anders naartoe is gegaan. Hij heeft al die tijd mij gewoon zien struggelen tegen deze horde. Ik heb hem zo goed als horde verslagen. Je hebt al die tijd gewoon hier gestaan. Is dat het? Is dat all you got? Hij heeft al die tijd hier gestaan. Hoe dan? Next time you set up an ambush, don't pick on the wrong guy. All right, where did you hide your bunker, huh? I know you got one. Bunkers. There it is. Down the hatch. Oh, ik had het gewoon al gevonden. Nou, het is gewoon hier. Chill. Nou, moet ik zo nog even al die zwermeroren oppakken. Maar holy shit, ik heb een horde verslagen. Mijn eerste, jongens. Mijn eerste. It. A map. Looks like they marked it up good. Ik heb veel geld gekregen. Okay. XP erbij. Okay. Wapenlokker, die kan ik ammo aanvullen natuurlijk. Even kijken, ik heb deze ingesteld. Staat militair. Dat is ook echt wel een lekker wapen hoor. Ik hoor meteen alweer wolven of renners, whatever the fuck het zijn. Het was oprecht echt een heel erg lekker wapen om op deze manier tegen iedereen te spelen. Alleen ik merk zelf dat mijn magazijn is enorm klein. Mijn magazijn is enorm klein en dat kan wel eens problemen gaan opleveren later. Want ik heb nu heel veel freakers hier in één keer gekild. 14 zwermenoor krijg ik er ook bij. Alleen ik kan gewoon niet zo lang schieten met een wapen als deze. Dus hopelijk kan je later gewoon je magazijn enorm groot maken. Dat zou heel erg handig zijn. Nu heb ik maar 60 bullets.
Alright, Nero Objective Area. Zou ik nog ergens het stroom moeten aanzetten of... Ik heb wel sowieso die. Dan moet ik alleen nog even de generator zien te vinden. Hier is hij niet. Hier staat hij. Top. Hebben we die ook gevonden. Dan moet ik alleen nog eventjes... Al die microfoons of wat is het, luidsprekers even slopen. Want anders komt er straks weer een horde hierop af als ik de stroom herstel. Die leg ik wel even daar neer voor de motor. Oké, en nou moeten we... Dat is wel een kutklusje altijd. Eventjes die slopen. En die... Zijn er op de hoge speakers nog? Niet dat ik nu zie. Kijk, zie je dat? Die heeft dus wel een speakergat in het midden. That's gnarly, man. Want die sla je dan geheid over. Boven geen speaker. Nein. Daar geen speaker. Nee. En daar volgens mij ook niet, hè? Nee. Nee, looking good. Oké, laten we de stroom herstellen en kijken wat ik kan doen. Sowieso mijn gezondheid omhoog lijkt me toch ook wel handig, want ik heb nu continu focus gedaan. Oh, it's broken. Here we go. Yeah, now we're in business. Oh, kut, ik zet het nu weer uit. Ja, dat was per ongeluk. Zet aan. Wat zeker. Ik ben benieuwd of er nou nu alsnog zombies komen dan. Figures. Power is off, huh? Gotta take a closer look. Dit moet ik even uitchecken. Wat is hier gebeurd? Jongens, kijk nou wat ik allemaal moet doen om een beetje stroom te herstellen. Een Nero-poosje, jongens. Hier is het. Nice, nieuwe fuses. Fuses, yes. Thank God. Ik vind het ook wel een beetje eng dat die generator zo aan het roken is. Kut, 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 toch nog wel dus. Is dat all of them? Yeah, Jesus. Kanonnenpoepie. Dit was me een werkje wel, hé. Injector.
De volgende ga ik overduidelijk stoppen in... De volgende ga ik overduidelijk stoppen in held. Nu heb ik achter elkaar focus gedaan, dus de volgende is weer voor held. Alright, eindelijk. Daar zijn we voorbij. Hier hebben we nog blijkbaar nog een nest. Jongen, die nesten die blijven maar komen. Het gist moet je daar verzamelen of staat die hier aan? Waar staat het nou aan? Die komt langs zoveel plekken. Die is uit, kan dat? Ja, missie deselecteren. Wat is dit? Dit is gewoon random. En weer nesten. Overal zijn die vogelnesten. Dus hier komen we langs, dat is sowieso goeie. En hier links is een historische locatie. Historische informatie. Godverdomme, ik blijf zeggen historische locatie. The Coyote Lava Cave. Well, nothing bad can happen with a name like that, yeah? Learn something every day. Oh ja, dit is deze plek. Hier was ik al geweest. Dit heb ik al geopend. Dit was wel een vette area, man. Hier waren al die sprinters. Ik hoor letterlijk overal om me heen hoor ik echt ziek grote beesten. Motor? Wat? Auw. Renegade Patrol, goddammit! Oké, we zijn dus op naar... We zijn onderweg naar een nieuwe Nero-locatie. Ik vind al die Nero-locaties alles wel sick, want ik krijg er ontzettend veel goede dingen uit. De klote vogels. Ik had oprecht niet verwacht dat op deze plek een Nero-locatie zou zijn, maar oké. Newts, wonder if they got anything in their nest. Als het goed is, als je kijkt, heb ik ook... Hey, plantje. Heb ik ook alle planten van dit gebied nu ontdekt. Kan bijna niet anders, toch? Nee, nog steeds 3 van 4, hè? Kom nog steeds een bepaalde plant tekort, dus. Wat zal er gebeuren als ik dit doe? Daar gebeurt niks. En daar ook niet. Oh, ze zitten allemaal boven. Dus daar gebeurt ook niks.
Alright. Vier tegelijk are gone. Is er nog één? Spijkertjes. En natuurlijk die klote vogels, die zijn er ook. Nou, laat ik eens even kijken. Zit het in de kelder? Waar zit het überhaupt? Waar is Neropoos? Een verdiepingje hoger. Oh, dit hier gaat het om. Oh, het is gewoon hier. Ja, dat moet een clearance zijn op deze dingen. Field report 2069. Following up on a couple of reports that my supervisor kicked over to me from the SAT surveillance team, militia patrols have been spotted on 8 different occasions at this location. Which wouldn't be remarkable, except they haven't burned it to the ground. So, anyway, that got the attention of my supervisor. Turns out he was right to flag this. Designated Site 307, a 1950s era vacation house, has become a nest for a group of infected adolescents. Approximately 8 to 12 individuals, depending on migration patterns. Results from blood tests run on 2 males, approximately 13 and 11 years of age, show antibodies and antiviral proteins that, frankly, we can't identify. The lab's going to get back to me. Conclusion? Someone in the militia is running experiments on these little guys. Who would be doing that? And why? Her name is Sarah, and, why? Well, because she's trying to wipe the little shits out, and I'm gonna help her. Oh, what the- oh, shit! Jammer. Jammer, shotgun is net iets te ver, hè, jongens. Zo, nu branden er dus 2 nesten weg, maar we hebben er nog 2. Ik weet alleen niet of ik er überhaupt XP voor krijg, want er gebeurt volgens mij helemaal niks. Ik ben dingen aan het destroyen, maar ik krijg er helemaal niks voor. Dat is natuurlijk niet echt de bedoeling, hè? Wat is dit? Oh ja, daar maak je pijlbommen mee. Nou, we hebben hier rechts nog, maar ja, dat boeit me allemaal vrij weinig. Laat ik gewoon even gaan tanken, jongens. En naar de historische locatie gaan en dan kijken waar we dat... gist voor nodig hebben. En dan was dit weer een heerlijke Days Gone aflevering. Het is ook zo mooi weer, joh. Moet je die lucht kijken. Oh jee. Oh, squatters. God damn it. They were waiting for me. Bicycles, latsicles. Waarom doen ze dan ook zo tof? And they all gone. Here we go.
needed this. Bijna klaar. We hebben hier zo'n historische informatieplek en een story mission. Visit Visitor Center. Dat was zonde. Oké, ik ga dit stukje gewoon even opnieuw doen. Anders moet ik twee van die breaks vullen. Of ze moeten me nu gewoon kwijtraken. Oei, oei, oei. Het is wel erg druk, hè? Alles tegelijk komt hier aan nu. Ongelooflijk. Okay. Now where the hell is the beast? Drie brekers. Dit heb ik wel op zich goed uitgespeeld. Wat hebben we hier nou liggen, joh? Wow, ligt gewoon even een super metalen bijl, joh. Even die repareren, guys. Want, lange aflevering wel, maar goed. Grote game ook. Het wordt ook tijd dat we gewoon... snel opslaan. Hey, heel belangrijk. Het wordt ook tijd dat we even wat progressie gaan pakken, natuurlijk. Is het het bordje wat hier aan de muur hangt? Wat is de historische informatie? Dit is het. Oké, wat komen we hier doen? Een verhaalklus. Verzamel gist. Nog een collectible. Als ik uiteindelijk die collectible trophy ontvang, dan heb ik ook sowieso nog een lastige binnen. Vooral eentje die lang duurt. Oké, wolfje. Plantje. Huh.
heel raar hoor, dat verzamelgist. Want waar ga ik dat hier vinden? Misschien het andere gebouw. Dat zou zomaar kunnen. Oh, ja. Not so hard. Yeast, yeast. Kleine pijpjes. Die troep. Nog een collectible uit. Hier moet het zijn. Here it is. Yes. I hope this is enough. Zo agressief. Oké jongens, dit was mijn aflevering 44 van Days Gone op Den Aden in 4K geüpload. Wat een heerlijke serie, wat een heerlijke game. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken, de support. En in de volgende aflevering starten we vrijwel meteen met het inleveren van de missie. En gaan we ook al meteen door met de volgende missie. Tot de volgende guys, later.